Dan in Glabik hier bij Gunter Stoks. Gunter, je bent een beetje een mannetje van alles samen met Vicky Belle, jouw vriendin echtgenote, denk ik, bij Maas Glabik. We staan hier in een trainingshal. Hoe zit het team voor volgend jaar in elkaar? 2022, mooie vooruitzichten? Ja, ik denk dat we een mooi team hebben volgend jaar, zowel bij nieuwelingen en juniors, ook met de meisjes. Een zeer omvangrijke groep. Ook met ons kleiner mannen, met nieuwe aspiranten. Ruime groep, een toffe bende, toch zo'n 120, 130 renners alles samen. Waar kijk je naar uit voor volgend seizoen? Hoop je te presteren bij sommige renners? Ja, zeker met de oudste mannen. De junioren, daar proberen toch altijd al iets meer prestatiegericht te werken. Met de jeugd meer leren en ervaring opdoen. Met de juniors proberen we toch een paar prestaties, zowel in binnen- als buitenland, te behalen. Hoe ziet het programma van een Maas Glabik renner er in de week uit? Want ik denk, elke dag is hier wel iets te beleven, buiten de vrijdag dan. Hè? Ja, het is zo. Het is hier op het moment heel druk. 6 dagen op de 7 wordt hier training gegeven. We staan hier nu in een indoorzaal. We hebben zo 2 halletjes, allemaal toestellen. En hier doen we indoor trainingen op maandag en op donderdag voor de nieuwelingen, juniors, dames. Dinsdag doen we voor de aspiranten, woensdag zijn er fietstrainingen en in het weekend zijn er ook 2 dagen fietstrainingen. Dus enkel de vrijdag is die rust. Is dat altijd mogelijk met 2 personen? Want ik zie altijd maar 2 personen bij Maas Glabik, jij en Vicky. Is moeilijk haalbaar, denk ik. Hè? Of zijn er nog andere vrijwilligers die zich een steentje bijdragen? Ja, wij komen misschien iets meer in beeld als de anderen, maar ik moet zeggen, we hebben een kip van, ik denk, 15 à 20 mensen die dagelijks ermee begaan is. Ook achter de schermen, die mee training geven. Zonder al die mensen zou Maas Glabik niet bestaan. Zonder een Maas ook niet, denk ik. Hè? Nee, zeker niet. We zijn onze hoofdsponsor heel dankbaar, dat hem ons nu toch al verschillende jaren steunt. En dankzij hem hebben we ook deze ploeg kunnen aanbouwen tot wat ze nu is. Wat is in feite de bedoeling van deze Maas Glabik wielerploeg? Ja, we zijn een ploeg die vooral van zijn familiale sfeer moet hebben. We kennen iedereen. Vicky vooral kent iedereen van 7 jaar tot 18 jaar. Dus alle renners. Ik ben meer met de oudere mannen bezig. Maar onze bedoeling is eigenlijk van een toffe groep te maken die veel plezier maakt, maar ook elkaar naar een hoger niveau steunt. Dat ze elkaar steunen als het moeilijk is, op training ook, dat ze elkaar naar een hoger niveau brengen. Dat ze iets beleven, zal ik zeggen, als ze later 30 of 40 jaar zijn. Als ze zeggen, toen we jong waren bij Maas Glabik, dat was een schitterende tijd. Hoe lang bestaat deze club eigenlijk al, Gunter? Origineel van 2008. Wij zijn erbij gekomen in 2015, denk ik. Sindsdien is er een paar veranderingen gebeurd en werd het zo'n beetje overgenomen. Dus ja, 15 jaar bijna. Samenwerking is er met Tine bijvoorbeeld, maar Marcoel, denk ik. Voor de rest weinig samenwerking, hoorde ik, hè? Ja, bij Tien hebben we wel een samenwerking in nieuwingen koersen. Werken we samen voor in de volgauto's. Voor de rest hebben we een beetje onderling afspraak dat we elkaar respecteren. Ja, elkaar respecteren, inderdaad. Wat kan er nog verbeterd worden binnen Maas Glabik? Goh, wat kan er nog verbeteren? Ik hoop eigenlijk al dat we dit kunnen volhouden nog een aantal jaren. Dat zou wel een prestatie zijn. Er zijn altijd punten voor verbetering vatbaar. Ja, je moet ook altijd het budget voorhanden hebben. Je moet de mensen de omkadering hebben. Ik denk, als we dit kunnen volhouden nog x aantal jaren, dan moet de ambitie zijn. Is de opvolging verzekerd? Want ik heb 2 jonge mannen zien rondlopen hier. Ja, er is nog wel wat opvolging verzekerd. Nou, dat zit wel goed, denk ik. Voor jezelf, Gunter, jij bent ploegleider. Hoe bekom je dit diploma van ploegleider in feite? Als ploegleider moet je eerst een online cursus volgen. Toen ik het gedaan heb, was het nog fysiek, nu is het online. En daarna moet je 4 of 5 wedstrijden een stage doen met een reeds erkende ploegleider. En zo komt hij om je vergunning. Hoe kan je renner worden van Maas Glabik? Heel gemakkelijk, door met ons contact op te nemen. We laten iedereen uit de streek toe. We hebben de ambitie voor heel veel streekrenners te hebben. Dat heeft als voordeel dat als groepstrainingen heel veel renners aanwezig zijn. Dus iedereen die eens wilt komen proberen, kan vrij langskomen en van de sfeer proeven. Hoe ziet het programma voor 2022 eruit? Voor jou persoonlijk bijvoorbeeld? Voor mij persoonlijk, nou, dat is denk ik van weekend naar weekend of van dag naar dag. Ik geef ook trainingsschema's aan 30 nieuwelingen en juniors.
Dus maandagsmorgens om 5 uur sta ik op voor al die trainingsschema's na te kijken. In het weekend, in de week zijn er dan trainingen en in het weekend zijn er dan de wedstrijden. Ja. Buiten werken en de club is er niet veel meer anders te doen. Zijn er ook buitenlandse wedstrijden voorzien binnen Maasvlakbeek? Ja, met de nieuwelingen gaan we een soort mini-Paris-Roubaix rijden in Frankrijk. Met de juniors gaan we ook naar Frankrijk voor de zo'n beetje mini-ronde van Frankrijk, Tour de Vorme. We zijn nog een paar opties aan het bekijken. We hebben ook heel veel mooie binnenlandse wedstrijden. De nieuwelingen bij de Basmeus, bij de Vermark, Triptiek, juniors. Alle bekende wedstrijden rijden we mee. Dus een heel uitgebreid programma. Het valt mij persoonlijk wel op dat er bij de jeugd, heel de kleine mannetjes, kleine meisjes, dat er heel veel beweging is binnen Maasvlakbeek. Hoe komt dat in feite? Ja, dus ook zo. Natuurlijk, bij die kleine mannen, zoveel te meer dat je doet, zoveel te meer aantrek heb je. Ouders laten niet graag meer een klein gastje van 8 of 10 of 12 jaar alleen op de weg. Dus zoveel te meer trainingen dat je aanbiedt, ouders zien dat ook. Dus die komen in een kleine arena, daar wordt iets gedaan. En ook in de scholen nu. We hebben bijna in elke school in de omgeving iemand zitten. Als er iemand wil beginnen, zit hij direct bij Glabbeek. En dan gaan ze er makkelijker ook naartoe. Mond-aan-mond reclame is veel waard, hè? Ja, dat is zo. Dat is de beste reclame die er is. Als renners content zijn, dat wordt doorverteld. En dan komen automatisch nieuwe bij. Dus we bijna dagelijks, of bijna elke training, dat er iemand nieuw komt proberen. Laatste vraagje nog, Gunther, naar jou toe. Wie gaat er volgend jaar wedstrijden winnen voor Maasvlakbeek? Goh, ik denk niet dat we specifiek iemand moeten naar voren schuiven. Ik denk dat we in elke reeks wel een paar jongens hebben die kunnen meespelen. En voor ons is het belangrijkste dat ze progressie maken. Iemand die achteraan rijdt of die 1 toer kan volgen, als die nu 5 toeren kan volgen, dat is ook een overwinning waard. Dus als iedereen progressie maakt, dat is ons hoofddoel. Proficiat voor jouw project en uiteraard ook aan Vicky groetjes. Dank u wel.